Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een Clash Royale, jongens. Vandaag hebben wij een challenge en een klein soort chest opening. Van jullie wil ik eventjes 2 of misschien wel 3000 likes. Als we dat halen, insane. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk. Want dan mis je gewoon nooit een video van ons. Goed, we gaan in ieder geval eerst de Epic Chest openen. En daarna gaan we door naar de 2v2 Mega Knight Challenge. Dat wordt echt awesome. Wacht, voordat we die grote chest gaan openen, heb ik natuurlijk eerst nog eventjes wat free chests. There we go, die gaan we eerst eventjes openen. Oh. En nog één, wat krijgen we eruit? Geen legendary. Oh, wat raar zeg. En we gaan deze eventjes openen. En hier krijgen we ook niks uit. Goed, dan gaan we nu door naar de epic chest. Dit wordt awesome, guys. 10.000 coins. Maar ja, fuck it. Ik krijg 20 epics. En ja, er kunnen best wel wat nice tussen zitten. Ik hoop op heel veel golems. We gaan hem gewoon openen. 3, 2, 1 en go. En let's do this. Wat krijgen we eruit? We krijgen bowler. Eentje, oké. Okay, mooi. Executioner, oké. Okay. En de balloon 6 keer. En de lightning 11 keer. Oh, lightning. Jezus. Ah, die kan op zich best wel goed zijn. Ik gebruik hem niet heel vaak. Dus ja, misschien moet ik hem eens gaan gebruiken. Goed, we gaan door naar de 2v2 Mega Knight Challenge. Oké, okay, we kunnen hier een legendary chest krijgen. Het zou insane zijn als we dat gaan halen. Ik ben er een beetje bang van dat we dat niet gaan halen. Maar hey, you never know. Free entrance, iedereen heeft dat, dus iedereen kan gratis meedoen. Eerst gaan we eventjes kaarten kiezen en dan ben ik zo meteen bij jullie terug. Oké, ik heb mijn kaarten gekozen. Ik denk dat ze best wel goed zijn. En ik heb hem hopelijk de slechte kaarten gegeven natuurlijk. We hebben gelijk een golem en een valkyrie. Oké, best wel tanky kaarten zoals je kan zien. En, oh natuurlijk, ik zat helemaal in mijn hoofd dat dit 1 tegen 1 was. Maar het is natuurlijk 2v2. Ja, logisch, dat wist ik wel. Links gaan hun de push opbouwen. Ben ik minder blij mee. Hoe gaan we dat aanpakken? Oh, nice. Hij heeft ook al wat kaarten neergezet. Heel erg netjes dit. En we gaan hier eventjes een rocket op gooien, zodat die in ieder geval doodgaan. There we go. Hier even een zapje op. En boom, zapje. Let's go. Speergoblin erop. En aan de linkerkant, zo te zien, kan hij het niet eens defenden aan de linkerkant. Dit is super kut. Dit is heel kut. Nee. Oh, man. Kom op. Ik dacht dat hij de linkerkant wel zou hebben, maar nee. En de rechterkant worden we echt gesloopt, lijkt het wel. Dit is echt super kut dit. Ik heb even een graveyard gegooid, anders gaat het helemaal fout. Linker tower is nu al down. Hij is AFK. Hij is er gewoon niet. Hij doet helemaal niks. Hij heeft nog maar 2 kaarten geplaatst. Dit is... Oh, eindelijk plaatst hij een kaart, hoor. Jeetje, mina zeg. Oh mijn god, dit gaat super slecht. Hij heeft al 2 towers van ons down. Wat moet ik hier tegen doen dan? Er is bijna niks tegen te doen. Hier zap je op. Zo, oké, chill. Het gaat nu nog wel half goed. Links een golem ter defending. Anders ga ik het nooit redden. Hier plaatsen we ook eventjes een Valkyrie neer. En wat voor kaart? Hij doet niks. Hij heeft alle elixir en hij doet helemaal niks. Dit is horrible. Oké, eerste teammate gelijk kut. Dus ik denk gelijk verloren. Want ja, wat moet ik doen dan? Oké, beter dat de volgende een beetje goed is. I mean like, what the fuck? Iemand die AFK gaat? Nou, vind ik wel een beetje heel zielig. Je kunt altijd nog terugkeren en winnen. Dat is het hele ding. En de game is begonnen. En ik denk dat een van hun ook AFK is. Zoals ik had vorig potje. Want hij koos helemaal geen kaarten. Dus de kaarten werden voor hem gekozen. Dus dat is wel super chill voor mij eigenlijk. Ik ga eventjes gelijk kaarten neerplaatsen. Natuurlijk, we gaan links keihard pushen proberen. Oh, nee, kutzooi. No. Hoe gaan we dit blokkeren dan? Oh, nice. We hebben ook zo'n Mega Knight. Of hoe heet zo'n ding? Ik weet niet eens hoe zo'n ding heet. Dat zal wel. Ik heb in ieder geval even Sparkje gegooid. Om hem natuurlijk even helemaal snel te slopen. Kunnen we dat doen? Oh, Sparky heeft hem. Super chill dit. En we gooien er eventjes een Goblin Barrel neer. Sparky, kom op. Nee, Sparky gaat hartstikke... Oh, nice. Hij heeft die Executioner ook nog eens gekilled. Super chill dit. Oh, hier gooien we heel snel arrows. Gaat dat goed? Gaat dat goed? En dat gaat net goed volgens mij. Oeh, daar heb ik echt heel erg geluk. En we gooien hier ook eventjes een Princess neer. Ik denk dat dat wel de juiste kaart is om daar te plaatsen. Hier eventjes een Barbarian. Zo, klaar. Die maken dat allemaal af. Hierachter gooi ik een Sparky neer. En we moeten nu rechts eventjes defenden, want dit is super kut. Eventjes een Ice Wizard erop. Zo, die gaat dan heel erg langzaam. Als het goed is. Ja, die gaat heel erg langzaam. Kijk dan. We hebben wel een goede push volgens mij. Volgens mij... Oh, kijk aan de linkerkant hoeveel troepen we daar hebben. Maar ze gaan ook redelijk snel dood, denk ik. Oh, hun hebben poison zelfs gegooid. Are you serious? En een tower? Oké, what the fuck, man. 2 Princess Hero en een Knight ervoor om ze te defenden. There we go. Oké, hopelijk kunnen die princesses tenminste iets goede damage doen. Ik denk het wel. Er staan er nu 2. Ik kan er zo meteen gelijk nog één plaatsen. Moet je nagaan. Holy shit, die princessen doen zoveel goed werk daar, hè. Dit is insane. Ik moet er zo meteen snel nog eentje plaatsen, hoor. Dat zou echt super nice zijn. Kijk dan, aan de rechterkant hebben we ook 2 princesses. Dit is niet normaal. Oh, jammer. Ze zijn nu dood gegaan. Dat is een beetje kut. Even een giant. Oh, nee. Gaat hij erop af? Ja, hij gaat op de giant. Oké, super chill. Hé, toch niet? What the fuck?
Hij gaat toch op de tower. Oké, what the fuck is this shit? What the fuck is this shit? Oh, nice. Maar barbaren gaan in ieder geval op de skeletons. Daar ben ik wel blij mee. Maar kijk, de rechterkant is. Dit gaat super kut. Nee, arrow. Snel, snel, snel. We hebben nog maar 50 seconden. Dan moeten we iets downhalen in ieder geval. Hopelijk gaan we dat doen met die goblins. En ja, dat gaan we doen. We hebben één tower down. Super nice. Nu kunnen we hopelijk doorpushen aan de linkerkant. Dus we moeten een push creëren, boys. Let's go. En dat doen we ook. Heel erg netjes ook. We hebben daarachter natuurlijk een Sparky staan. Hopelijk gaat hij goed zijn werk doen. Ik heb arrows gegooid. En come on, come on. We moeten doorpushen, boys. We moeten doorpushen. Ik gooi nog een Sparky neer. Hopelijk gaat dit wat goeds doen. Oh shit, dit is heel erg kut. Al die bommen, et cetera. Ik denk dat wij eraan gaan. Ik denk dat wij echt doodgaan. Kijk maar wat voor kaarten hij allemaal heeft. Hij heeft heel veel bommen, et cetera. Dat is super kut voor ons. Hij houdt het ook de hele tijd tegen met van die kut furnaces. Nee joh, dit is super irritant. Oh kut, dit is kut. We moeten de defenden. We moeten de defenden, boys. Oh, gelukkig maar. Ik heb er barbaren op gegooid. Het is overtime en dat betekent dat we nu echt... Oh shit, laat maar. We hebben al verloren. We hebben deze ook verloren. Dit is een potje die we legit hebben verloren. Het vorige potje was gewoon, ja, gewoon rampzalig. Maar niet uit. We gaan gewoon door naar het volgende potje. Let's do this. We gooien als eerst eventjes de goblin barrel voor de trolls. Let's do this. Come on. En Oh shit. Doe damage. Ze doen een klein beetje damage volgens mij. Of nee, het valt eigenlijk wel tegen. Jammer. Misschien kunnen we aan de rechterkant een push creëren. Nee, laat maar. Kutzooi. Die furnace moet dood. Dit is een beetje lastig defenden als we niks kunnen doen nu. Like, what the fuck? We kunnen legit niks doen. What the fuck is this shit? Ik gooi wel eventjes een balloon hier zo. Hopelijk gaat die wat doen. En nee, kom op. Ja, kunnen we wat doen aan de rechterkant dan? Hij heeft onze linker tower, maar kunnen wij zijn rechter tower pakken? En misschien kunnen we ook wel zijn linker tower pakken. Kijk dan, we hebben echt een goede push aan beide kanten. Damn, jongen, we hebben echt bijna alles down. Dit is echt perfect. En kijk, de rechterkant is. Jezus, wij gaan rechtsboven echt keiharde push creëren, waardoor we gewoon de main tower kapot kunnen maken. Dit is echt perfecto. Kijk dan, jongen. We doen zo lekker veel damage, maar we moeten een beetje oppassen voor links onderin. Dat is een beetje een nadeel. Maar voor de rest, het gaat wel redelijk lekker volgens mij. Linksboven hebben we natuurlijk ook bijna down. Hier moeten we eventjes een Mega Knight op gooien. Boom, alles down daar ook. Super chill. Wij moeten misschien... wat moeten we doen? Ik twijfel. We gaan hier eventjes een Royal Giant gooien ter defending. Een soort tank, moet je het eigenlijk zien. En we gooien hier ook Electro Wizard op. En boom, dat is allemaal down. Super chill. En, oh, hij heeft een graveyard erop gegooid. Waardoor sowieso één van zijn towers nu doodgaat. Ja, en die is down. Heerlijk gedaan, hoor. En, oh shit, kijk rechts. Nee. Rechts moeten we heel snel defenden. Kunnen we dat doen? Zapje erop. En zap. Oh, dat ging net goed, hoor. Dat ging echt net goed. Eventjes een Mega Knight erop. Boom. Lekker, hoor. Dit gaat echt perfect nog. Dit gaat nog wel redelijk goed. Aan de linkerkant gaat het daar goed. Ja, aan de links onderin gaat het ook nog wel lekker. Ik gooi gewoon eventjes een balloon neer. En hopelijk finishen ze meteen gewoon alles. Let's do this. Hopelijk kunnen we finishen. Oh shit, we hebben een harde push. Maar kunnen we naar de tower? Nee, net niet. Dat kunnen we niet doen. Hier nog eventjes een Electro Wizardje. Boom. En hun halen onze tower down. Maar wij moeten dus nu zijn main tower down halen. En die hebben we down gehaald. Super chill. Dat ging maar net goed hoor. Oké, deze hebben we gelukkig gewonnen. Als we deze namelijk hadden verloren, was het gelijk over geweest. Maar gelukkig niet. Damn, daar heb ik heel erg geluk mee. Oh, het is zo kut dat die eerste potje, dat we die gelijk hebben verloren. Maar ja... Het is niet anders. Oké, we gaan in ieder geval eventjes wat goede kaarten kiezen. Zometeen bij jullie terug. Oké, het potje is gestart. We hebben goede kaarten, denk ik. Ja, ik denk het wel. Dit komt wel helemaal goed, denk ik. Ik hoop dat we dit gaan winnen, natuurlijk. Oké, aan de rechterkant gooit hij die Cup Princess neer. Daar ben ik niet heel blij mee. Nou, die gaan we eventjes doden, natuurlijk. Easy peasy. Oh shit, dit is een beetje oppassen hier, oh. Dit is een beetje heel erg oppassen zelfs. Even een Goblin Hut. Oké, gelukkig hebben we die. Dit wordt wel heel erg spannend. Kijk dan wat hij allemaal heeft geplaatst, joh. Heeft hij nog iets goeds? Oh ja, hij heeft iets heel goed zelfs. Hier gooi je eventjes Rocket op. Oh shit, had ik niet hoeven doen, denk ik. Links eventjes Hawk Rider. Let's go. Met een Dart Goblin erachter. Hopelijk gaat hij wat goeds doen. Nee, die kan hij niet goed doen. Maar die Dart Goblin kan nu wel volgens mij redelijke damage doen. Kijk dan, we doen zoveel damage aan die kant, hè. Links is zelfs bijna down gegaan daardoor. Jezus, man. Oké, rechts onderin hebben we ook goed gedefend. Dit gaat nog helemaal volgens plan. Dit is super chill. Goblin Hut links neergezet, zodat die Ice Warriors erop focussen natuurlijk. En we gaan hier eventjes een Teslaatje neergooien voor de trolls. Tesla, boom, doe maar damage. Ja hoor, lekker. Ze kunnen daar niks meer plaatsen. Super chill dit. En we gooien hier misschien eventjes een rocket. Is dat net op tijd? Ik denk het niet. En joh, net wel op tijd. Daar heb ik zo erg geluk weer, hè. Damn. Oké, dit is super nice. Dark Goblin erachter.
achter. En ze proberen rechts keihard te pushen. Maar ik ga gewoon lekker door aan de linkerkant. Weet je, ik heb gewoon scheid. Ik ga gewoon door aan de linkerkant. Hopelijk kan ik wat damage doen op zijn main tower. En dat kan ik volgens mij zeker weten doen. Ja hoor, kijk dan. Er is echt al, nou, ik wil niet veel zeggen. Misschien al wat 1000 eraf. Jeetje, man. Oké, dit is super chill. We gaan hier, kunnen wij dat aan deze kant doen? Oh, hier nog een Tesla. We droppen hier nog een Tesla. Oh, dit is super grappig, jongen. Hij kan dan helemaal niks plaatsen daar. Dat is zo irritant voor hem. En we gooien hier eventjes. Oh, fuck. Rocket. Misschien net goed gegooid of misschien verkeerd. En, oh, het is wel redelijk. Het kon slechter. Oké, die, oh shit. We moeten een beetje oppassen voor die Hawk Rider, denk ik. En er zijn zoveel troepen nu van hun. Dat we hier eventjes een Giant Skeleton gooien. En hopelijk gaat hij zo meteen met die grote bom alles eventjes destroyen. Dat zou super chill zijn. We gooien nog een Giant Skeleton. Zo, dit moet wel goed komen, toch? Aan de linkerkant ga ik bezig met een Hawk Rider. En come on, come on. Oh, we hebben alles gedestroyed met die grote bom van de, van die skeleton. Super chill dit. En we zijn in de laatste 30 seconden. Dus grote kans dat we dit alsnog gaan winnen, boys. Ik heb een rocket gegooid op de tower. En hopelijk een troep. Nee, dat niet. Dat is een beetje jammer. Even executioner gegooid. En de Dark Goblin. En damn, wat is dit spannend, zeg. Ze gaan door aan de linkerkant, zo te zien. En hier plaats ik eventjes een Giant Skeleton. En hopelijk hebben ze geen tijd meer om iets te destroyen. Ik denk het niet. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Nee hoor, het is afgelopen. Nog 1 seconde. En boom, we hebben gewonnen. En anders wel door de push die we rechtsbovenin hadden. Damn, dit was echt een nice potje. Dus we kunnen door naar de volgende game. Super chill. Oeh, gelukkig weer niet verloren. Super nice. Als we nog 1 verliezen is het namelijk klaar. En we zijn begonnen. Let's do this. Nieuwe game, nieuwe kansen. En hopelijk weer een win. Want hierna krijgen we ook natuurlijk die kaarten die we kunnen unlocken. Dus we krijgen een random kaart van de challenge. Dus dat is super chill. We gaan hier eventjes een giant poppen. Let's do this. En hopelijk heeft hij er wat achter. Even kijken wat voor kaarten. Oeh, hij heeft er... Oh, archers. Oké, dat is prima. Dat is helemaal super. Hier eventjes Ice Wizard neergepleurd. En damn. Oh, damn. Dit is een redelijke push van hem. Oh, shit. Die Mega Knight. Die is gewoon fucking eng, jongen. Holy damn. En dan linksbovenin. Moet je kijken. Linksbovenin. Gaan we daar genoeg damage doen? Ik denk het niet. Oh, even snel Barbarenhut trouwens gooien. Holy damn. Even speergoblins hier neergepleurd voor de trolls. En fireball erop. Let's do this. Hopelijk kan dat genoeg doen. Het viel mee. Hier eventjes een Ice Wizard neergepleurd. Zo, dit moet wel redelijk goed gaan, toch? Ja, dit gaat wel redelijk goed. Alleen links onderin heeft hij echt zo'n... Godverdomme, heeft hij echt zo'n kuttroep. Maar ja, maakt niet uit. Ik heb eventjes een giant neergepleurd. Kunnen we daar iets gooien? Heeft hij daarvoor iets voor? Hij heeft eigenlijk niks. Hij heeft een lock. Die kan niet pleuren nu. Als hij slim is, gaat hij die gooien? Nou, ik weet het niet. We gaan eventjes deze golem, denk ik, gooien. Want dat is denk ik het slimste wat we nu kunnen gaan doen. Kijk maar, hij heeft namelijk... Oh, hij heeft zo'n harde push weer, jongen. Dit is niet normaal sterk. Hier eventjes een fireball op. Anders gaan die echt te veel damage doen. Kunnen we genoeg doen? Ik heb hier eventjes een Ice Wizard nodig. Aan de linkerkant hebben wij al wel heel erg veel damage gedaan. En hij heel erg weinig. En aan de rechterkant gaan wij nu ook nog eens heel veel damage doen. Dus dat is super nice. We hebben hier een Goblin Barrel achterin gegooid. En links gooien we een Hawk Rider. En hopelijk komt dit goed. Damn, ik ben heel erg benieuwd. Kunnen we genoeg damage doen? Aan de linkerkant kunnen we wel genoeg damage doen. Maar nu moeten we echt heel erg opletten dat we niet doodgaan door de rechts onderin. En hij heeft heel erg gelukkig een cannon neergegooid. Waardoor in ieder geval onze tower geen damage krijgt. Links hebben we down gekregen. Dat is super chill. Maar nu moeten we links ook eventjes defenden. Even Barbarenhut neergepleurd. Zo, kijk eens aan. Hopelijk gaat die down halen. Wat kunnen we nog meer neerpleuren? Hier eventjes een golempje. Zo, kijk eens aan. Oh, die golem had ik misschien. Oh, nee, het ging net goed. Oké, we hebben aan beide kanten een redelijke push. Dit is super chill. Nu moet ik hier eventjes een fireball opgooien. En dan all good. Dan hebben we de rechter tower down. En misschien wel gaan we door naar de linker tower. Ik bedoel de main tower. Kijk dan, we destroyen hem. Het is afgelopen, 100%. Ja hoor, we hebben weer gewonnen. 3 achter elkaar gewonnen. Het kan wel. Het kan wel. Maar we moeten gewoon eventjes pro teammates hebben. Dat is het enige. Kijk dan, ik had echt een of andere Koreaan of zo in mijn team. Dus dat is easy peasy win. En nu kun je ook zien, ik kan die 30 kaarten collecten. Het zijn, even kijken. Oh, het zijn allemaal barbaren geworden. Oké, nou die had ik natuurlijk al, kon ik al upgraden naar level 9. Ik wil het denk ik hier ook bij laten. Want ik wil eigenlijk gewoon deze challenge niet verliezen tijdens een video. Dus ik laat het hierbij. Ik heb hem nog niet verloren. Maar ja, 1 lose is natuurlijk een lose. Jongens, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Abonneer natuurlijk op ons kanaal en drop die like. We gaan voor de 2 of 3000 likes. Ik ben benieuwd wat jullie kunnen halen. Als jullie dit tof vinden, drop natuurlijk die like. Check natuurlijk eventjes deze video's hier in beeld. En ik zou zeggen, tot de volgende video. Peace out.